geven, dames. En Anna gaat hier de rol spelen die elke vrouw zou willen zijn en spelen. Het is Scarlett van Gone to the Wind, zeg dat? Gejaagd door de wind. Pak jullie de microfoon? Zeker. Ja, je zegt elke vrouw wel zou willen zijn, maar ik weet dat niet. Is dat zo? Dat iedereen Scarlett O'Hara willen zijn? Dat is natuurlijk ook wel een ingewikkelde vrouw. Jawel, maar is dat niet mooi? Ja, als je een ingewikkelde vrouw, als je straks 80 bent, ja, en je bent dus geen ingewikkelde vrouw geweest, er is je niks gebeurd, je bent zo, ja, leg maar in de kist, het is voor mij. Ja, nee, het is absoluut echt. Maar als er op jouw begrafenis gevloekt wordt en gejankt wordt en gehaagd, dan doe je het. Ja, goed. Nee, het is echt een geweldig personage en ook een personage wat al sinds de film, sinds het boek, maar het is minder bekend geworden dan de film, uit 1939 is het toch iets wat heel veel mensen wel kennen en wat heel veel mensen wel, waar mensen een beeld bij hebben. Dus echt een hele eer. Kun je een samenvatting even geven van het verhaal? Vraag even een dramaturg. Ja, wacht even, want voordat jij, Cecile, wat is een dramaturg? Wat doet hij concreet? Ik begeleid de regisseur en de toneelschrijver bij het maken van voorstellingen. Ja. In dit geval heb ik de regisseur en de bewerker begeleid bij het maken van de bewerking. Maar waar let jij dan op anders dan een regisseur? Nou, ik heb een wetenschappelijke achtergrond. Ja. Dus je moet je voorstellen dat de bewerker, die is gepassioneerd, die heeft iets met het personage, dus die gaat lekker aan de slag om dat mooi vorm te geven. En ik help haar om toch een soort duidelijke structuur vast te houden. Dat het verhaaltje helemaal klopt, dat we niks zijn vergeten. Dat iemand die het verhaal niet kent, het allemaal goed kan volgen. Dat er consequenties zitten in de karakteropbouw. Je kan het een beetje vergelijken met een redacteur. Iemand die begeleidt die een boek schrijft. Ja, precies. Ja. En als de voorstelling wordt gemaakt, doe ik eigenlijk hetzelfde. Van, klopt het? Is het duidelijk voor een toeschouwer die komt kijken? Is het te volgen? Ja, tuurlijk, dat is belangrijk. En vooral zo'n groot stuk.